Het weekend begint bewolkt met ook nog eens kans op buien. Dus het zal op de stranden relatief rustig zijn. Maar er zit wel een weersverbetering aan te komen. Want in de loop van zaterdagmiddag gaat die bewolking openbreken. Komt het zonnetje tevoorschijn. Dus als je dan plaatsneemt op een van deze strandstoelen. Kijk je uit over de zee. Met een blauwe lucht en een zonnetje erbij. Maar eerst dus nog die wolkenvelden. Vrijdagavond hebben we ook al met veel bewolking te maken. En vanuit het zuidwesten nadert dan een gebied met buien. Het zwaartepunt ligt over de westelijke en noordelijke helft van het land. Kan een enkele klap onweerbuien voorkomen. Zaterdag overdag ook nog enkele buien. Maar daarna zien we die opklaringen tevoorschijn komen. Die buien en die wolken trekken weg. En dan krijgen we dus die blauwe luchten met zonneschijn daarvoor in de plaats. Maar eerst nog eventjes de nacht naar zaterdag. Vooral in de westelijke helft van het land dus enkele buien met kans op onweer daarbij. In de oostelijke delen blijft het vaak droog, maar wel dus met veel bewolking. En er komt ook hele warme, vochtige lucht over Nederland heen stromen. En dat zorgt ervoor dat de temperatuur nauwelijks onder 20 graden komt. En met die hoge luchtvochtigheid kunnen we dan toch wel een beetje spreken van een plak nacht. Ook weinig wind, zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Zaterdag overdag trekken die wolken en die buien in noordoostelijke richting weg. En dan komt op steeds meer plaatsen het zonnetje tevoorschijn. En dan in de middag staat er 24 tot 28 graden op de thermometer. En die waarden zijn ook voor zondag weggelegd, maar dan heeft de zon een groter aandeel in het weerbeeld. Komen er geen buien meer voor en dat levert een hele mooie zomerdag op. Dus de wolken en de buien moeten we zaterdag eventjes laten passeren en dan zondag een prachtige zomerdag met vergelijkbare temperaturen.